Waarom maakt u eigenlijk al die leuke voertuigen? Nou, het verhaal van mijn werk is dat mijn werk gaat over mensen die ontsnappen uit de dagelijkse sleur. Dus uit een slechte huwelijk of vreselijke baantjes, leraar zijn bijvoorbeeld. En die ontsnappen daarmee en dat doen ze met voertuigen. Dus dat kan een vliegtuig zijn, dat kan een tijdmachine zijn, een auto, een motor. Heeft u veel plezier met het maken van uw voertuig? Ja, heel veel. Ja. En wat vindt u het leukste dan? Ik vind het begin het leukste. Dus het bedenken en uitdenken en de materialen verzamelen, dat vind ik het leukste. Maar ja, uiteindelijk als hij klaar is, vind ik het ook tof. Dus, Welke gereedschap gebruikt u eigenlijk het meest voor het maken ervan? Jeetje, ja, alles. Kijk maar rond. De nieuwste aanwinst is een 3D-printer. Ik maakte altijd de hoofden van mijn figuurtjes maakte ik van klei, maar daar ben ik van afgestapt, dus die print ik nu. Kolomboormachine, figuurzaagmachine, cirkelzaag, ja, eigenlijk alles wel. Ja. Maar meestal gebruik ik akkerboormachine en een zaag, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Welke materialen gebruikt u voor uw voertuigen? Ja, ik gebruik eigenlijk alleen maar oude materialen. En vooral materialen van ijzer, van metaal, van leer, hout. Dus echte materialen, geen plastic. En het liefst tweedehands. Dus van kringloopwinkels of wat ik van mensen krijg. Een soort van recyclen. Ja. Deze auto is gebaseerd op een accordeon. Het groene gedeelte zie je nog de delen van de accordeon. Een tijd geleden zag ik volgens mij Despicable Me 2, volgens mij, als ik me niet vergis. En daar reed een soort stationwagen en die vond ik heel tof. En dat idee heb ik een beetje in mijn hoofd. En zo is het begonnen. Dus er zit een supercharger erin. En ik wil hem heel lang en snel maken, zeg maar. Een beetje een hot rod, maar dan net een beetje anders. Al mijn mensen die zijn altijd op weg naar grote avonturen. En dan neem je natuurlijk heel veel spullen mee. Dus vandaar dat de hele huisraad komt er straks op. En wordt allemaal vastgezet en zo. En dan natuurlijk wel wat spulletjes bij je hebben. De website van Derk Scholten is een erg mooie website waar je al zijn nieuwste creaties kan bekijken en bij welke kunstevenementen hij deelneemt. Je kunt er ook al informatie over Derk Scholten vinden en je kunt er ook een afspraak maken om een keer in zijn studio te kijken. Dit is onze einde van de video. We zijn bij Derk Scholten geweest. En we hebben van hem geleerd dat hij veel voertuigen maakt van oude onderdelen, een soort recyclen. We willen Derk Scholten erg bedanken dat hij zo goed heeft meegeholpen met de video. En zien jullie de volgende keer. Yo. Tot ziens.